En zo zitten we alweer in het jaar 2020. Dat 20 jaar geleden het jaar 2000 was en niet 1980, dat is zo unreal to me. Ikzelf hou enorm van technologie. Mobiele telefoons, Tesla, self-driving car, virtual reality headset, mobiele portable dingetjes. Alles wat langskomt, dat is dan weer mooi en nieuw en cool. Maar ik hou ook van het verleden, de geschiedenis. Maar misschien is dat zelfs gelinkt aan de technologie en de passie daarvoor. Bijvoorbeeld dat je vroeger gewoon dat de wereld heel klein was. Dat je misschien iedereen in de wijk kon. En dat je echt moest aanbellen om te kijken of diegene thuis was of zin had om iets te doen. In plaats van dat je nu gewoon een WhatsAppje stuurt en waar dan ook natuurlijk gewoon terecht kan. Maar niet alleen dat, ook onderwerpen zoals Tweede Wereldoorlog, dingen die je interesseren, oud-sporters zelfs. Diego Armando Maradona en Senna zijn echt twee enorm goede documentaires. Aanraders. Op NPO heb je zo'n programma al een aantal jaar waarin bekende Nederlanders hun familieverleden gaan onderzoeken. En dan allemaal verhalen van de mensen die dus uiteindelijk jou maken ontdekken. Soms zijn dat koninklijke bloedlijnen. Soms is het een grappig gevangenisverhaal dat iemand een aardappel heeft gestolen. En dat hij daar een boete kreeg van 15 gulden plus nog even de gevangenis in moet. En dat valt dan te vinden in een register van 300 jaar oud. Nou ja, deze BN'ers die krijgen natuurlijk volop hulp van de productie. Het wordt allemaal uitgestippeld. Ze kiezen zelfs de mensen uit die iets leuks hebben in hun stamboom. Waar ze gewoon leuke verhalen over kunnen vertellen. En dat vind ik zo interessant. En ik kan niet helemaal onder woorden leggen waarom dat zo is. Er is gewoon iets magisch aan het feit dat iemand van nu al die mensen die voor je zijn gekomen en gegaan, waardoor uiteindelijk jij er bent, en dan al die kleine snapshots uit iemands leven van zo'n persoon gaat ontdekken. Nou kreeg ik van dat programma natuurlijk ook ideetjes. Nou kan je een professional daarvoor raadplegen, maar tegenwoordig zijn ook heel veel archieven online te zien. Nou had ik ook al heel snel hulp gekregen van een andere Niencamper. Een Niencamper die ik niet eens kon, van een andere lijn. En die had al heel veel uitgevogeld over hoe dat dan ging. En dat helpt natuurlijk ook heel erg. Ik wou dus kijken hoe ver ik zou kunnen komen door het internet te gebruiken. En omdat ik natuurlijk Sander Niencamper heet, wou ik gewoon puur het houden op de achternaam Niencamper. Want natuurlijk, die hebben ook allemaal weer vrouwen. En dan horen die ouders er weer bij en die ouders. En dat wordt steeds breder en breder en breder. Maar de naam Niencamper, die komt ook niet zoveel in Nederland voor. Ik ging naar het CBG achternamendatabank op het internet. En ik vond dat er in 2007 128 mensen met de achternaam Niencamper waren. In 1947 na de oorlog 86. Dus dat zou wel te doen moeten zijn toch, om mijn lijn te vinden. Eerst moet je erachter komen hoe ver je dat uit jezelf weet. Met hulp van mijn ouders kom ik bij het vers bij mijn opa Niencamper. Daar weet ik niet heel veel van. 23 december 1985 is hij overleden. Dus toen ik geboren werd in 1992 was hij dus al overleden. Ja, en toen kwam daar de privacywetgeving 2 jaar geleden, waar je helemaal mee vol werd gespamd op je e-mail. En daarom zijn de gezinskaarten en dingen wat 100 jaar of frisser is niet meer online te vinden. Omdat mogelijk nog iemand 100 jaar kan worden en dus nog leeft. Uiteindelijk door het vinden van de geboortedatum van mijn opa vind ik dan de link naar achteren in de tijdlijn. En dat zijn de ouders van mijn opa, Johan Hendrik Niencamper en Margaretha van Wandelen. Dat was dus mijn link om nog verder naar beneden te gaan. En het verste dat ik naar beneden terug in de tijd kan, daar begin ik mee. Ik kon via het internet zo ver komen totdat we Nederland uitgingen. Want Niencamper kon blijkbaar uit Duitsland. Het hele verhaaltje dat nu komt, dat heb ik natuurlijk allemaal geresearched. Ben eigenlijk 2 jaar zo een beetje soms knipperlichtend, soms een dag ertussenuit ermee bezig. En dat heeft dus best wel een klein beetje tijd gekost. Maar als ik het niet chronologisch ga doen, dan wordt het een gek wissewasje en zo. Dus we gaan er mooi doorheen van het verste naar het kortste. En wat ik heel interessant vind. Dan komen we bij de allereerste die je echt goed kan vinden. En dat is de persoon die van Duitsland naar Nederland gaat. Het is Johan Hendrich Niencamper. Hij komt uit Duitsland, is geboren 4 augustus 1768 in Graafschap Tecklenburg tot Westerkapellen in Westfalen, Pruisen. Je kan hem in internationale archieven vinden met Nienkamp, maar ook met Niencamper. En dan 2 puntjes op de eerste E. Uit archieven kan je vinden dat hij met zijn broer Jan Hermanus naar Nederland gaat. Waarschijnlijk om geluk te vinden. Sindsdien noemt hij zich gewoon Johan Hendrik in plaats van Johan Hendrich. Maar laten we hem gewoon Johan Hendrich noemen. Hij vindt daar een Nederlands meisje 6 jaar jonger dan hem, Cornelia Vlamme.
Ze trouwen blijkbaar 10 april 1794 in Nederlands-Indië, in Sidoarjo. De kinderen die ze maken worden daar ook gedoopt, behalve Gerrit Jan. Die lijkt gedoopt in Dordrecht. En met Cornelia krijgt hij trouwens heel veel kinderen. Het is Anton, Wilhelmina, Johan Hendrik, Gerrit Jan en Antonie. Als je het nog niet wist, vaak werden de namen hergebruikt per generatie. Zo zijn Anton en Antonie duidelijk vernoemd naar de vader van Cornelia Vlamme, Antonie Hendrik Vlamme. En is kind Johan Hendrik vernoemd naar zijn vader, Johan Hendrik. Maar de lijn die we gaan volgen is dus de bloedlijn en dat is Gerrit Jan Nienkemper. Hij is geboren in 1803 als zoontje van Johan Hendrik en Cornelia Vlamme. In de dopingsregisters van Dordrecht van deze kinderen vind je de naam Nienkemper weer op de allergrappigste manieren. Dat bleek dus best wel moeilijk te spellen te zijn. Het was niet zo'n Nederlandse naam. Dat vind ik al iets magisch hebben. Dat zo'n persoon ervoor kiest om Duitsland zijn familie achter te laten, met zijn broer naar Nederland gaat. De redenen kan je natuurlijk niet precies weten. En dat hij hier probeert een bestaan op te bouwen. En dat hij dus eigenlijk samen met zijn broer verantwoordelijk is voor al die Nienkemper achternamen hier in Nederland. Die Johan Hendrik is trouwens mijn oud-grootouder. Dat is de 7e generatie van mijn gericht. Als je dit nou kijkt en je vindt het grappig om te volgen, maar het wordt al wat wazig met de namen. Nou, het wordt nog veel erger. Johan Hendrik, de dopingen van de kinderen zijn soms in Dordrecht en de andere keren in Nederlands-Indië. Dus hij lijkt wel een paar keer heen en weer te gaan. Maar Dordrecht is toch echt de stad waar hij woont en waar hij dus naartoe ging toen hij van Duitsland kwam. In 1818 ontstaat daar de subcommissie van weldadigheid te Dordrecht en wordt hij in 1821 naar kolonie Frederiksoord in Vledder gestuurd. En hij krijgt daar een leidinggevende functie als kolonistenvader. Hoeve 81 wordt zijn huis en anno 2020 valt het nog steeds te bezoeken. Even snel. In 1818 komt de sociaal bewogen Johannes van den Bos met een ambitieus plan om de armoede in ons land te bestrijden door de stichting van landbouwkoloniën. Dit is het begin van de invloedrijke geschiedenis van de maatschappij van weldadigheid. Als eerste wordt de proefkolonie Frederiksoord opgericht. Eind 1818 staan er dan 52 boerderijtjes klaar om arme stedelingen te ontvangen. Hier kunnen ze op werk en onderdak rekenen. De kinderen gaan er verplicht naar school en er is ook een eigen ziekenfonds. Er komen kerken, winkels, scholen, zelfs rustorde. En met deze sociale voorzieningen loopt de maatschappij van weldadigheid wel 80 jaar vooruit op de rest van Nederland. En het wordt daarmee ook beschouwd als de bakermat van onze verzorgingstaat. En ja, dit was voorgelezen van een website. Johan Hendrik Nienkemper, zijn zoon Gerrit-Jan Nienkemper, geboren in 1803. Dat is dus mijn oudouder, generatie 6 vanaf mij. Die gaat natuurlijk mee naar Vledder en die trouwt daar met Maartje Brouwer. Die spelling ook weer van Nienkemper. Ze kregen daar in Vledder 9 kinderen en hun 8e kind, Gerrit Jan Nienkemper, geboren in 1852, dat is mijn bedovergrootouder, generatie 5. En ja, weer een Gerrit Jan Nienkemper. Ja, we zijn van Johan Hendrik naar Gerrit Jan gegaan, naar Gerrit Jan. Johan Hendrik, Gerrit Jan, Gerrit Jan. Ik ging de bloedlijn verder volgen. Deze gen 5 Gerrit Jan Nienkemper die trouwt 8 november 1878 met Hendrika Jacoba Marines in Westellingenwerf. Hey, dat is in Friesland. Daar wonen ze dan een tijdje en deze Gerrit Jan Nienkemper is vertrokken uit de kolonie. Wat je kan zien aan het feit dat in 1879 en 1881 kinderen geboren worden in Westellingenwerf. Toch vinden ze hun weg naar een andere plek dan Friesland. Haarlem. 5 december 1888 wordt geboren in Haarlem Johan Hendrik Nienkemper. Nee, dat is geen grap. Generatie 4 zullen we hem maar noemen. En dat is mijn overgrootouder. Nog even teruggaande op Gerrit Jan Nienkemper Gen 5, de man die dus uit de kolonie gaat, in Friesland woont, dan naar Haarlem gaat. Zijn vrouw Hendrika Jacoba Marines die krijgt in 1892 nog een kind, genaamd Egbert, de kleine broer van Johan Hendrik. Maar in 1898, 6 jaar later, overlijdt ze al op 48-jarige leeftijd. Pwoh. Gerrit Jan Gen 5 die werd ook wel opa Campy genoemd. Hij hertrouwt 2 keer daarna, in 1900 met Anna Adriana Cornelia Bolweg, die overlijdt in 1919 op 65-jarige leeftijd. En daarna nog Rosalia Santer, geboren in België, Gent, die overleden is in een vermoedelijke psychiatrische inrichting wegens dementie in Bloemendaal in 1937. Opa Campy zelf? Ik denk dat hij hier op de foto staat met die laatste vrouw uit België.
gewoon een foto van hem gevonden. Hoe cool is dat? Hij leefde langer dan alle drie. Hij overleed 14 januari 1940 in Haarlem op 87-jarige leeftijd. En dat is dus een paar maanden voordat de Tweede Wereldoorlog hier in Nederland begon. Dan komen we dus met zijn zoon. Johan Hendrik, Gen 4, mijn overgrootouder. Laten we hem gewoon JH noemen. Het is de eerste persoon waar ik echt helemaal niks van weet, want daarna komt mijn opa. Ik ken mezelf natuurlijk, Gen 1, mijn vader, Gen 2 en een beetje van mijn opa, maar nooit echt goed gekend, Gen 3. En dan hebben we dus deze JH Nienkamp, Johan Hendrik, Gen 4, geboren 1888 op Sinterklaas. Nou is mijn grootste vraag, hoe komen die Nienkampers in Den Helder? Want er is nog geen enkele Nienkamper op dit moment in Den Helder in onze tijdlijn. Het feit dat dit mogelijk de link zou zijn met het in Den Helder gaan wonen. Plus dat het al bijna de 20ste eeuw wordt. We gaan 1900 bijna in en dan valt er misschien wat meer informatie te vinden. En nog meer kleine snapshots uit het leven van zo'n persoon. Maakte me extra gemotiveerd om echt alle punten te vinden. En ik kwam best ver, vond ik. Het eerste waar je achterkomt is dat deze JH Nienkamper al heel snel overleed. Op 46-jarige leeftijd al. Dat maakt het nog interessanter voor mij om onderzoek te doen. Via een Nienkamper van een andere lijn waar ik in contact mee stond, dankzij het zoeken naar mijn genealogie, krijg ik een foto. Voor haar staat op die foto haar opa. En dat was dus de broer van Johan Hendrik, Egbert. En voor mij mijn overgrootouder, JH Nienkamper. Nu heb ik een gezicht bij deze man. Het is een klein mannetje. Ik vind ook een militair register waar hij ingeschreven staat van 1908. Dan is hij 20 jaar. Hij was de oudste jongen van de familie, dus dan moest hij militaire dienst doen. Baan verandert ook steeds. Hier in 1908 staat de letterzetter. Sommige mensen in die lijst die worden afgewezen door gebreken, maar JH die gaat dan lange tijd in het leger. Eerst gaat hij naar Den Haag als vrijwilliger in het 3e regiment Huzaren. Daarna het Eskadron Ordonnansen. En dan tijdens World War I staat hij bij de landweer. Ook al deden we niet mee met de Eerste Wereldoorlog, toch moesten we mensen onze grenzen laten verdedigen. Dat gebeurde dus ook. Blijkbaar is zijn tijd bij de landweer niet zo goed gegaan, want anderhalve maand later wordt hij ontslagen door lichaamsgebreken. Ik ben natuurlijk super nieuwsgierig waarom dat zo is. Er staat ook dat JH een scheefstaand neustussenschot had en platvoeten in geringe graad. Johan Hendrik zit niet constant in het leger hoor. In 1912 staat hij ingeschreven in Enkhuizen bij zijn zus Maartje Nienkamper. En er komen wel meer van het gezin langs daar. Eind 1912 vind ik hem in Amsterdam en hij is dan te vinden op twee verschillende adressen. In 1914 trouwt hij met Margaretha van Wandelen uit Amersfoort. In Haarlem trouwt hij. Hoe hij haar ontmoet heeft vind ik dan ook wel heel grappig om uit te zoeken. Ik heb dus gewoon die adressen even vergeleken op Google Maps waar die straten nu zijn. En die zijn best dichtbij van elkaar. Dus je gaat toch een beetje een verhaal maken van hoe die elkaar hebben ontmoet. Wie weet. Ja, je weet het maar nooit. Er staat trouwens hier dat Johan Hendrik scheepstimmerman is van beroep. 2 februari 1914 schrijft hij zich uit in Amsterdam en gaat hij naar Velsen. Van Wandelen was wel al hoogzwanger, want anderhalve maand na het trouwen wordt er een dochter geboren. Helaas is het een levenloos geboren dochter, dat gebeurde nogal veel vroeger. Die geboorte is op een plek in Haarlem waar zus Gerritje Nienkamper woont. Misschien woonden ze tijdelijk dus daarbij in. Het tweede kindje is wel raak. 15 juli 1916, op het moment dat JH bij de landweer zit, wordt geboren Gerrit Jan Nienkamper. En die Gerrit-Jan, ja dat is dus mijn opa. En ik maak geen grapje. Ik weet het, we hebben al 100 keer Gerrit-Jan gehad. Maar we zijn bezig met JH Nienkamper. Nadat hij uit het leger gaat, vind ik dat hij woont in Haarlem. En dat hij als beroep hulpbrievenbesteller heeft ingevoerd. Er worden nog meer kinderen geboren met hele creatieve namen. Een meisje, Johanna Hendrika. Wauw. En Gerritje Nienkamper. In 1921 helaas voor het gezin een levenloos geboren zoon. Door deze info in het archief weet ik wel dat ze in 1921 ook nog in Haarlem woonde. Zo vind ik hem ook in het adresboek in 1923 en daar woont hij ook nog steeds in Haarlem. Dan staat er als beroep los werkman, iemand die dus niet in vaste dienst is. In 1925 wordt Johan Hendrik Nienkamper geboren. Ja, no shit, weer een Johan Hendrik Nienkamper. Die wordt dus geboren in Den Helder. Hey! Dat is dus de eerste indicatie van een verhuizing naar Den Helder. Hoe, wat en waarom, daar kunnen we daar niet van aflezen en is onduidelijk. Den Helder was rond die tijd wel een stad die een beetje booming was, die opbloeide, heb ik gelezen.
In die sowieso 10 jaar Den Helder vinden we in archieven uit Den Haag dat JH heel graag een schadeloosstelling wil als mobilisatieslachtoffer. Uit artikels in de krant staat hij ook als contactpersoon in Den Helder voor andere mensen met die klachten. Ze hebben een heel comité. Er staat op het laatste register bij de landmacht dat hij in 1925, toen hij dus al een tijdje niet meer in het leger zat, dat hij een pensioen voor 5 jaar van 112 gulden per jaar toegekend kreeg, maar 30 november 1926, een jaar later, werd die gratificatie weer ingetrokken. Om dat soort notities heb ik eventjes gevraagd op stamboomforums, maar die konden ook niet helemaal precies weten wat daar nou aan de hand is. Jammer! Ook via het krantenstukjes dat hij in Den Helder een tijdje een soort beheerder was van een velo-wasmachinezaak. En na een jaar, dan heb je 2 weken lang een artikel in de krant dat hij niet meer gelinkt is aan die zaak. En daarna in 1931 opent hij zelf een zaakje in manufacturen. Hij verkoopt allemaal dingen, zoals onderbroeken en japons. Tot aan 1934 vallen er berichten te vinden dat hij dus blijft strijden om een geldbedrag en een schadeloosstelling voor zijn tijd bij het leger. Maar in 1935 overlijdt hij. 26 maart 1935. Bij zijn overlijdingsakte staat geen beroep en hij heeft nooit zijn geld gekregen. Ik heb dus een volledige timeline gemaakt van deze man. Wat er allemaal van hem te vinden valt, dan krijg je toch een beetje een idee. Hij had een kort leven natuurlijk. Maar ja, het is wel de persoon waar ik niks van af wist. Waar je het meeste van kan vinden. En ook doordat je dus die hoeveelheid info hebt, dan gaat er toch een soort nieuwsgierigheid, weet je wel. Dan probeer je toch zo veel mogelijk op te vullen van die leegtes. Dat je door de oorlog problemen kon ondervinden, daar kreeg men nooit wat voor. Zelfs tijdens de Vietnamoorlog in 1969, als Amerikaanse soldaten met PTSS thuis kwamen, daar werd niks voor gedaan. Schadeloosstelling, dat konden ze nog niet. Besef wel even dat die opa Campy, de vader van JH, dat die gewoon iedereen overleefd heeft. Zijn eerste vrouw ging eraan. Zijn tweede vrouw. Zijn derde vrouw. En zijn zoon JH die overleed. Die foto van JH, die heb ik gepost op het internet. En die wou ik laten inkleuren. En ik heb best een mooie versie teruggekregen. En ik moet zeggen, dat geeft toch dan weer net even een wat menselijker gevoel aan zo'n persoon. Tegenwoordig doen ze dat heel mooi. Ik denk dat de foto tussen 1912 en 1916 ergens is gemaakt. Zo heb ik dus een redelijk goed maar klein beeld kunnen creëren van zo'n persoon, J.H. Nienkemper. Een aantal snapshots uit zijn leven. Geboorteaktes, huwelijken, dopingen van zijn kinderen, adresboeken, krantenkoppen, wanneer hij in de krant stond. Dat wordt allemaal bewaard en dat kan je dus nog vinden van hem als persoon. Hiervoor had ik er nog nooit van hem gehoord. Maar toch, uiteindelijk ben ik er, mede dankzij hem. Hij is de persoon die dus ook naar Den Helder gaat later in zijn leven. Waarom hij daar naartoe ging, daar kunnen we denk ik nooit antwoord over vinden. Ook niet waarom hij zo vroeg overleed. Was het gewoon iets natuurlijks? Of heeft dat misschien te maken met dat mobiliteitsslachtoffer gebeuren? Want hij ging heel vrijwillig heel vaak het leger in. Dat is helaas alleen maar speculatie, maar dat vind ik toch wel een heel interessant verhaal. Ja, en dan heb je dus van mensen van vroeger soms geluk dat je 1 fotootje hebt of zo. Uit iemands hele leven. En tegenwoordig, wat we allemaal plaatsen op Twitter, onze gedachten, op Facebook onze gedachten, selfies die we maken, foto's echt constant. Dan vraag ik me wel eens af, wat als dat allemaal gearchiveerd wordt, of in ieder geval best wel veel. En iemand 300 jaar later wil terugkijken naar hoe was mijn groot-groot-grootouder van 300 jaar geleden, die leefde rond 2020. Dan word jij dus bekeken met wat jij plaatst. En zouden dat meer snapshots worden? Ik denk dat mensen veel meer te weten gaan kunnen komen van hun voorouders, van dus deze jaren, als dat je nu iemand van 1800 opzoekt. En dat is best wel gek. Dan zoeken ze jou als persoon op. Een klein stukje geschiedenis tussen die miljarden mensen die zijn gekomen en zijn gegaan. Tja, en wie weet, zien ze deze video wel.